Wow, jullie moeten even goed nadenken en even checken wat er de laatste dagen is gebeurd op YouTube. Want ik ben fucking blij. En omdat ik zo blij ben, heb ik een nieuwe jasje. Dit is mijn nieuwe jas. Isn't it pretty? Isn't it beautiful? Ik was zo blij, ik moest een nieuw jasje kopen. Oké, dus, heren en dames. Hebben jullie door wat er gebeurd is de laatste dagen op YouTube? Ryan die ineens zijn channel terug heeft. Mijn cocaïne video die ineens weer online staat. Met een leeftijdsbeperking, maar oké, hij staat weer online. Mijn tweede strike die weg is. Wat dus betekent dat ik 2 weken voor niks niet heb kunnen uploaden. 2 weken gehaald. And that money whore, you know. YouTube is gewoon een strikes aan het intrekken. YouTube is al de strikes aan het herzien. Wat stond er in de mail die je kreeg van YouTube deze middag? Where is my phone? Ah, I got it. Het was een hele leuke mail en ik las hem toen ik in de les zat. Dus er was een kleine euforie in de les. Het ging een beetje zo. Het was eigenlijk wel nog belachelijk, maar oké, het ging wel. Iedereen zat in de les en ineens, het was stil en ineens, ja, mijn cocaïne video staat weer online. En ik denk dat die leerkracht niet wist dat ik YouTube deed, want die keek echt achter haar en keek zo van, cocaïne. En okay. Ineens, out of nowhere, krijg ik deze mail vanmiddag om 12 uur. In onze community-richtlijnen wordt beschreven welke content wel en niet is toegestaan op YouTube. Je video, cocaïne op de deep web, is gemarkeerd voor beoordeling. Tijdens de beoordeling hebben we vastgesteld dat je video's mogelijk niet voor alle kijkers geschikt zijn. Daarom hebben we er een leeftijdsbeperking voor ingesteld. Toen ik dat aan het lezen was, dacht ik echt, like, what the fuck, die video is weg. Waarom dan deze leeftijdsbeperking? En ik ga naar YouTube en ik zie gewoon dat die video terug staat. Die video gewoon terug is, terugkijkbaar. Like, wow. Ja, dat is wel pittig awesome volgens mij. Dus voor de mensen die video nog niet hebben gezien, je kan hem nu gewoon terugkijken als je 18 bent natuurlijk, anders niet. Ja, mama, dankjewel. Ik kom zo meteen eten. Het is dus super awesome dat YouTube een fucking strikes aan het herzien is. Want dat betekent dat strikes die eigenlijk gemaakt zijn, maar onterecht waren, nu gewoon herzien worden. Raar is ook dat die video out of nowhere gewoon geneutraliseerd is. Mijn netwerk heeft geen fuck kunnen doen. Ik heb mails gestuurd naar Google, waar er ook niks mee is gebeurd. Ik heb ruzie gemaakt met die mensen op de Dutch YouTube Gathering. En dan ineens nu random, wow. Ik heb weer 2 levens op YouTube. En vanavond ga ik live op Twitch. Om 10 uur begin ik. En dan kan je zeggen, nee, het 10 uur is zo laat. Ik blijf wel doorgaan tot de volgende ochtend. Ik ga 12 uur streamen. Ik weet niet waarom ik dat ga doen, maar het is super grappig. Ik ga de hele nacht Overwatch spelen. En als er dan mensen in de chat komen, yo, doe iets anders, het is saai. Fuck you, ik ga gewoon heel de nacht Overwatch spelen. Ik ben Acid. Zo zeggen, kom naar mijn livestream vanavond. Thanks YouTube om de strikes te herzien. Thanks om Ryan's channel terug te geven. Thanks om alles te doen. Thanks YouTube, I love you guys. Thanks om jullie strakke pakjes alles goed te doen. En ja, ik denk gewoon dat YouTube nu op hun weg is naar verbetering. Dus dames en heren, ik ben Acid. Vanavond livestream 10 uur Twitch. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag welke datum? 27 mei. Dus vrijdag 27 mei 10 uur tot zaterdag 28 mei, 10 uur 's ochtends. Dus kijk, dames en heren, zijn jullie er klaar voor of niet? Ik hoop wel, want ik ben er klaar voor. Joe, joe, joe. Dance all day long. Dance all day long. Dance all day long. Je kan me ook volgen op Twitch. En als je me dan volgt op Twitch en je downloadt de Twitch-app, dan krijg je een notificatie als ik online ga. Yes. From the West Coast. West Coast.